Onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Blijft u wachten, dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen. Goedemorgen, het is woensdag en ik ben hier met een kleine astronaut, want die heeft jufferdag en die mag verkleed. En we zijn samen even mijn banaantje aan het eten. Ik heb me ook aangekleed. Ik heb deze top aan van Typhoon, broek van Pepe Jeans en mijn doenlaarsjes. En ik heb alles ingepakt en stilpjes gaan we naar school lopen. Onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Blijft u wachten, dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen. Zo mega irritant, even de bank bellen en ik stond gewoon al 20 minuten in de wacht. En daarna had ik iemand aan de lijn, stond ik weer gelijk in de wacht. Ik probeer ondertussen mijn jas aan te doen met één hand, maar dat lukt niet zo goed. En mijn vragen waren wel geteld 2 minuten of zo. Half uur geduurd en het is wel goed dat ik heb gebeld, want ik had pas dingen geregeld, maar ik had maar geen bevestiging gekregen en niks gezien ervan. En het is dus inderdaad gewoon niet geregeld, terwijl dat al lang had moeten zijn. Dus we gaan er nu direct mee aan de slag en hopen dat ik er heel snel wat van hoor. Mijn kleine astronautje is uit school. We gaan nu even naar ballet. En mijn lijkjes weer aan. Ja, je hebt je lijkjes aan. En daarna moeten we nog even cadeautjes gaan kopen. Nou, ballet weer gehad. En ze hadden eigenlijk nog een les kunnen doen, want het was zo gezellig met de mama's. De kinderen op het schoolplein hebben gespeeld en wij nog heel gezellig hebben staan kletsen. En nu gaan we even naar de winkels en dan kan Sarah de cadeautjes halen voor zaterdag. Ik ga cadeautjes. Ja, dat kan, want dan kan ze het. Het is zaterdag en deze vlog komt woensdag online, dus dat is daarna. Het zonnetje schijnt heerlijk, dus we zijn op weg. En we gaan een ijsje halen. Ja, we gaan een ijsje halen. Zo leuk, Sarah heeft natuurlijk een muntje gekregen van de avondvierdaagse, dus die kan daar zelf een ijsje uit mee halen. Oh. Ja. Heb je er zin in? Die is voor je eigen ijsje. Een kinderijsje voor jou. En jij doet zelf met je muntje. Dan doen wij daarna. Ja. Ja? Ik ga eerst deze maken. Is die lekker? Ja. Hebben we 3? Speciaal je avondvierdaagse ijsje weer. Ja. En ik de lekkerste met snoepjes. Het is alweer laat en ik heb net heel verrassend een stokbroodje in de oven gedaan. Echt mijn haar vandaag. Ik had ook geen zin om het tandwassen gewoon haar te doen. En nu ga ik, terwijl het 11 uur 's avonds is, in ieder geval bijna, de stofzuiger pakken. Ik ga even het woonkamer heel goed stofzuigen. Ik heb echt geen zin in. Maar opa komt morgen en die is allergisch voor de kat. Dus als ik dat niet doe, dan heeft hij daar best wel veel last van. En ik ben morgen weg totdat hij komt. Dus dat schiet anders gewoon niet op. Dus dat moet dan gewoon nu maar. Jam, jam, jam. En dan ga ik ook nog eens een nieuwe aflevering kijken van The Americans. Daar ben ik net aan begonnen. Ik moet zeggen dat ik het echt wel een leuke serie vind. En in het begin vond ik hem, de eerste paar afleveringen, dacht ik, ja, wat ben ik nu aan het kijken. Maar ik vind het toch wel een aanrader. Zo, volle buik. En nu even snel opruimen. En dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Ik ben ook echt moe. En ik ga voor mij doen. Best wel vroeg slapen, want het is pas 11:30 en ik slaap normaal niet zo vroeg. Zo. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje, maar dat weten we. En dan zie ik je morgen. Doei!